februari 1953. De watersnood. Na de watersnood van 1953 kwam er behalve hulp uit Nederland zelf ook van alles uit het buitenland. 10.000 lieslaarzen uit Canada. 4.000 gewone laarzen uit Denemarken. 9 dieselauto's uit Oostenrijk. 10.000 kilo suiker van Jamaica. 400 flessen cognac uit Italië. 145 kilo olijven en 6.000 kisten sinaasappels uit Israël. 6.000 stukken zeep uit Duitsland. 12.000 kilo breiwol uit Amerika. 1.000 kilo dadels uit Irak. Kleren, brilmonturen, prikkeldraad, emmers, speelgoed, kruiwagens, kaarsen. Te veel om op te noemen. Maar natuurlijk was er vooral geld nodig. Er kwamen radio-uitzendingen met elke keer weer datzelfde liedje, waarvan het refrein al gauw bij iedereen bekend was. Mensen mochten voor de microfoon vertellen hoeveel ze hadden opgehaald voor het rampenfonds. Met lege flessen verzamelen, snert verkopen, klusjes doen. Iedereen deed wat hij kon. Een zekere opa H. ging bijvoorbeeld dagenlang schoenen poetsen in een postkantoor. De ramp leidde ertoe dat de Deltawerken werden aangelegd, die over de hele wereld bekend werden. Nu de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt, kan Nederland opnieuw te maken krijgen met overstromingsgevaar. Daarom wordt er druk gezocht naar oplossingen. Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat betekent dat de zee hoger is dan het land waar je op leeft. Dat betekent dat als er geen dijken zouden zijn en duinen, dat dan gewoon dat helemaal onder water zou zijn. Want dit is zeg maar Nederland en dit is de zeespiegel en hier zijn de dijken gebouwd. En dat die dijken zijn zo gebouwd dat er water niet naar Nederland gaat komen. Maar er is ook veel ijs en als dat gaat smelten, gaat de zeespiegel hoger komen en dan kan het over de dijken gaan. Daarom bouwen ze de dijken ook sterker en langer. Ben jij wel eens bang dat Nederland gaat overstromen? Het is niet zo dat ik elke dag als ik wakker word denk, oh, ik leef onder de zeespiegel. Maar als je er dan een keer op school het erover hebt, dan heb je wel eens iets van, ja, als het overstroomt, dan wordt dit ook allemaal overstroomd en moet ik toch ergens anders gaan wonen. Ik hoor steeds op het nieuws dat Nederland wordt overstroomd. Dat ze zeiden dat in 2007 het ging overstromen, maar het is toch niet gebeurd. En ze zeggen ook nu dat er in 2008 gaat overstromen. En daar maak ik me een beetje druk over. Ik heb zoiets van, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En ja, ik vind niet dat we daar nu al ons zorgen over moeten maken. Misschien overdrijven ze het wel een beetje, omdat ze willen dat we voorzichtiger zijn met spullen die we gebruiken. En dat het beter is voor het milieu. Ons land verkeert vooralsnog niet in een noodsituatie. Wie kunnen wel hulp gebruiken? Arme mensen. Vrouwen die onderdrukt worden in het Midden-Oosten. Kinderen die in oorlogen zitten en uit Zuid-Afrika die geen eten hebben, zeg maar. De dieren die bijna uitgestorven zijn, zoals de jaguar. Mensen uit Afghanistan. Mensen met kanker. Mensen in Irak. Kinderen die mishandeld zijn. De haaien in Australië. Hoe kunnen we voorkomen dat Nederland weer een watersnoodramp gaat meemaken?